Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 14 april van Weerplaza. Het is een rustige zaterdag met vanochtend grote verschillen. In het noorden is het bewolkt en in Groningen valt er eerst van tijd tot tijd regen of motregen. De regen trekt geleidelijk aan weg en verder zien we wolkenvelden. Is het lokaal dus rustig met mist, maar de mist die verdwijnt in de loop van de ochtend. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog, schijnt de zon af en toe, kan een enkele bui vallen. En het wordt 14 tot 19 graden. Tegen de avond trekken enkele buien vanuit het zuiden ons land binnen. En de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 10. Morgen hebben we in de ochtend te maken met regen, vooral in het noorden. De geleidelijk aan komt de zon erbij. Smiddags is het vaker droog. En dan wordt het 16 tot 18 graden. En ook morgen waait het amper. Volgende week is het droog. Maandag hebben we nog veel bewolking. Vanuit het westen komt de zon er smiddags bij. Het wordt 16 tot 19 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuiden. Op dinsdag en woensdag draait de wind naar het oosten, is het schitterend weer en gaat de temperatuur omhoog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.